Hallo allemaal, welkom bij de nieuwe weekreading. Deze week staat eindelijk niet meer in het teken van ruimte maken, maar in het teken van jezelf waarnemen zonder over jezelf te oordelen. Dus dit is nog steeds een beweging die gaat over naar binnen keren. Dat ging vorige week ook over, dat ging over afzakken in jezelf. Het stukje aandacht naar binnen richten is nog steeds heel sterk aanwezig deze week. Die aandacht bij jezelf houden en dan vooral jezelf waarnemen. Waarnemen wat er in jezelf speelt. Waarnemen wat je voelt. Waarnemen wat je aandacht vraagt. En waarnemen wat je nodig hebt van jezelf. Zonder daar iets van te vinden. Zonder daar dus over te oordelen. En dit is heel erg belangrijk in stressvolle situaties. Zeker in situaties waarin je machteloos voelt. In situaties waarin je het gevoel hebt dat je niet veel kunt. Situaties waarin je dus ook vastloopt. En ja, daar hebben we toch al mee te maken nu. En deze energie is er dan ook om ons te helpen bij onszelf te blijven. En onszelf te geven wat we nodig hebben om te kunnen blijven staan. Om zoveel mogelijk goed te doen voor onszelf. Want als we zoveel mogelijk goed doen voor onszelf en goed in onze eigen energie blijven zitten, kunnen we ook goed doen voor de wereld en voor de mensen om ons heen. Dus daar is deze energie heel sterk op gericht, jezelf waarnemen. Daarbij zit een specifiek aandachtspuntje op. Wat volg jij in jezelf? Waar luister jij naar jezelf? En dat kan ik het beste uitleggen aan de theorie van deelpersoonlijkheden. Dat gaat erover dat je allemaal delen in jezelf hebt. Een angstig deel, een zelfverzekerd deel, een blij deel, een kritisch deel, een kindsdeel. En er is altijd een deel, of er zijn altijd een paar delen die wat meer de leiding hebben, die wat meer vooraan zitten. Als jij zelf de bestuurder bent van jouw auto, er zitten er altijd één of twee naast je op een passagiersstoel en die hebben dus het meeste voor het zeggen. En deze energie die nodigt ons dus ook uit om te kijken van, goh, naar welk deel in mezelf luister ik op dit moment het meest? Waar heb ik op dit moment het meeste oren naar? Zodat je dat kunt zien en kunt begrijpen waarom je daardoor ook dingen ervaart zoals je ervaart. Want een kritisch deel zorgt ervoor dat je veel meer vatbaar bent, ook voor kritiek van andere mensen bijvoorbeeld. En een angstig deel die zorgt ervoor dat je veel sneller machteloos voelt en geen mogelijkheden meer ziet. En het gaat dus ook niet over dat je dat nu gelijk verandert of het veroordeelt of beoordeelt wat er op je passagiersstoel zit en naar welk deel je dus het meeste luistert. Nee, het gaat puur over het waarnemen ervan, zodat je zelf kunt begrijpen en meer compassie voor jezelf kunt hebben. Dat is vooral het doel hierin. Want dat alleen al kan rust geven, mag rust geven. Ik zou hierbij gaan voor de edelsteen Celestine. Omdat dit een steen is die helpt meer in te checken bij je intuïtie. En jezelf dus ook meer waar te nemen. Helpt ook om in te checken bij het in het universum. De liefdevolle lichtwezens die ons willen steunen met energie en inzichten. Maar het helpt ook jezelf gewoon goed te verstaan. En dat is wel een hele fijne steen om nu dus bij je te hebben en bij je te dragen. Qua geur zou ik blijven zitten in de zachte, ontspannende geuren. Eigenlijk geuren die alleen maar ontspannen en voor de rest zo min mogelijk invloed hebben. Omdat het niet een energie is die uitnodigt tot verandering. Dus we zullen niet een geur om ons heen hebben die ons ineens pusht tot verandering. Want dan ontstaat er toch een beetje een tweestrijd. Dus ik zou gaan voor vanille, maar ook bijvoorbeeld jasmijn of kamille zijn nog steeds goede opties deze week. En hier ga ik ook afronden, mooi mens. En wens ik je een waanzinnig mooie dag toe.